Op 19 januari valt de regering Le Bureton. De 36 ministers hebben het nog geen jaar met elkaar uitgehouden. Het struikelblok is Ibramco, een Belgisch-Iraanse raffinaderij die in de buurt van Luik zou moeten komen. De Waalse socialist Le Bureton reist persoonlijk naar Iran om het zaakje rond te krijgen. Maar zijn christelijke en liberale regeringspartners hebben twijfels bij het project en vermoeden socialistisch geknoei. We staan hier voor een zeer belangrijk dossier, waarvan iedereen heeft ongeveer moeten erkennen dat het in zeer geheimzinnige en onduidelijke voorwaarden is onderhandeld. Men heeft ook kunnen vaststellen dat de BSP daar een partijzaak heeft pogen van te maken. Ik geloof dat ik op die manier de waarheid geen geweld aandoe. Exit Le Bureton, om nooit meer terug te komen.